7000 jaar geleden stapte een groepje jagers en vissers aan land, op een hoogte, Donkrivierduin, in het overigens vochtige gebied dat wij nu kennen als de Houtse Akkers. Zij bleven in dit gebied langere tijd bivakeren. Het moeras- en krekengebied leverde voldoende voedsel op om enkele gezinnen gedurende enige maanden ruim te onderhouden. Als de omgeving uitgeput raakt, trekt men verder om na enige tijd terug te keren. Dit moet vele jaren zo gebleven zijn, getuigende de grote aantallen op deze plek gevonden vuurstenen werktuigen. Pas tegen het einde van de middensteentijd, als het omringende gebied droger wordt, gaat men geleidelijk over op een andere manier van in het levensonderhoud voorzien. Men gaat wat vee houden en het terrein bewerken om landbouw te bedrijven. Dit doet men in eerste instantie naast het jagen, vissen en verzamelen. Langzaamaan wordt de natuurmens cultuurmens. Hier vond geen radicale verandering plaats door immigratie van volken, zoals in Limburg en Noordoost-Nederland. Uit Midden- en Oost-Europa die landbouw en veeteelt beoefenden, en daarbij een compleet assortiment nieuwe stenen werktuigen meebrachten en aardewerk gebruikten. Hier gebruikte men nog steeds de kleine werktuigjes, de microlieten, welke gezet in handvatten van been, gewei en hout uitstekend geschikt waren voor het vissen en jagen. Kennis maakte men wel met de nieuwe werktuigen. Enkele nieuwe steentijdwerktuigen zijn gevonden op dezelfde plaats waar de microlieten gevonden zijn, maar deze vertonen geen gebruikssporen. Zij zijn waarschijnlijk door ruilhandel verkregen en door de nieuwe eigenaars als statussymbool gebruikt. Offergave of grafgift is ook een mogelijkheid. Beschrijving van het vondstgebied. De Herstraat loopt van Vrachelen richting de Heiden en loopt geleidelijk omhoog naar circa 1 meter NAP tot 6 meter NAP. Daar maakt de weg een haakse bocht naar het noorden richting Den Hout. In deze bocht ligt het vondstgebied. Een deel van de vondsten bestaat uit viersteen, welke ter plaatse voorhanden is in de formatie van sterksel. Dit vuursteen is niet van al te beste kwaliteit. Desondanks wist men hiervan prima werktuigen te maken. In een latere periode verschijnen de werktuigen gemaakt van het uit België geïmporteerde, goed te bewerken, Wommerson-kwartziet. De vondsten bestaan vooral uit tientallen verschillende soorten werktuigen en honderden stukken bewerkte en onbewerkt afval. Tientallen klingen bewerkt tot mesjes of als inzetstukjes voor een sikkel, boordjes en priemen voor hout- en gewijbewerking, kernen, schrappers en spitsen. De nieuwe steentijdvondsten bestaan uit enige spitsen, een geslepen bijl, een mes en nog twee gebroken messen, allen van verschillende vorm en materiaal. Geen afval. Hetgeen erop wijst dat hier geen nieuwe steentijdwerktuigen gemaakt werden. Deze werktuigen zijn kennelijk kant-en-klaar ingevoerd. Misschien markeren zij de overgang van de Mesolithische survivalmensen naar een begin van boeren, jagers, vissers bestaan. Het boerenbedrijf vond hier pas echt ingang tijdens de periode dat het gebied droog genoeg werd en het lagere gebied, de kontreien, geschikt gemaakt kon worden voor landbouw en veeteelt. Dit vond plaats circa 3500 jaar geleden, de bronstijd, ijzertijd. Vandaar de vele vondsten tijdens de opgraving van de kontreien uit deze periode. Maar slechts een enkele vondst uit de midden- en nieuwe steentijd. Op de middensteentijdakker werden ook enige bijzondere vondsten gedaan. Er werden verschillende stukken bruine zandsteen gevonden met inkrassingen, welke onder andere de vorm van een hertenkopje, een tent, een zigzaglijn enzovoorts hebben. De middensteentijdmensen leefden aan de rand van water en land
op beekoevers en rivierduinen, in deltagebied en kustgebied, langs de Middellandse Zeekust, de Atlantische kusten enzovoorts. In de deltagebieden langs de rivieroevers, kreken en moerassen vind je wat zij tijdens hun korte of soms langere tijd verblijf achtergelaten hebben, in de vorm van vuurstenen werktuigen en soms, zoals bijvoorbeeld in Hardingsveld, een boomstamkano en menselijke resten. Er was aan de rand van het water altijd volop voedsel aanwezig, zoals vis- en schelpdieren, vogels, otters, bevers enzovoorts. In het begroeide achterland zat veel wild, vossen, herten, reeën en zwijnen. Bovendien was er een overvloed aan vruchten, noten, bessen en kruiden. Er was hout voor een haardvuur en de bouw van een eenvoudige hut, riet voor het maken van visfuiken, manden en matten. Van de resten van de dieren maakte men uit het bot en gewei handgrepen voor de werktuigen, naalden en priemen. De pezen klopte men net zo lang tot men er draden van kon maken om de bogen te bespannen en de werktuigen vast te zetten. Pas in de laatste fase van de middensteentijd ging men geleidelijk over tot het houden van wat vee en het bebouwen van het land. Een wat drogere tijd brak aan, daardoor was het land, dat voordien ongeschikt was voor landbouw en veeteelt, daarvoor nu meer geschikt geworden. Al zou het nog tot in de bronstijd duren voor men daar werkelijk volledig op overging. Tien jaar geleden, toen ontmoette ik Willem Veen. Die had op de Houtse Akkers een kampje gevonden van jager-verzamelaars. En hij vroeg toen aan mij of ik zin had om daar ook mee te gaan zoeken. Ik had vroeger wel eens wat gelezen over de steentijd. En in die boeken staan allemaal hele mooie plaatjes in over vuurstenen werktuigen. Dus ik dacht bij mezelf, nou, lekker met Willem gaan zoeken. Er wordt een eitje, want die kun je zo herkennen op het land natuurlijk. Hè. Nou, die dag dat wij gingen zoeken, was een prachtige dag, zon overgoten. En we waren een uur bezig en ik had al een volle zak met stenen. Dus ik naar Willem, ik zeg, nou Willem, wil jij eens even kijken of er iets tussen zit. En eigenlijk de hele zak die kon eigenlijk de kant in. Alleen dit stukje, dat bleef over. Van tientallen stukken steen, waar ik van dacht dat het werktuigen waren. Die bleven over. Willem begon te vertellen. Het bleek dat het een stukje rommelsom was. Dat is een vuursteensoort met een hele fijne structuur. En uitermate geschikt om kleine voorwerpen mee te maken. Rommelsom kwam hier in Brabant voor ongeveer 5.000-6.000 jaar geleden. Dus het is een uitermate geschikt voorwerp om daarmee iets te determineren. Ik weet niet of je het ziet, maar hier aan de bovenkant ziet hij echt dat er stukjes vuursteen uitgehaald zijn om een scherpe snede te krijgen. Vaak is het zo, als we nu een stukje vuursteen vinden wat bewerkt is, dan is het vaak nog vlijmscherp, na al die jaren. Dus dit is een stukje wommelsom, het bovenste gedeelte van de klink. En ik wil er nu graag over gaan naar Willem. Willem zal uitleg geven over zijn vindplaats op de Houtse Akkers. Nou, vertel maar wat. Vertel maar wat. Ja, nou, het gaat eventjes over het vervolg op wat Stan daarnet verteld heeft. Die dan voor de eerste keer meeliep en een leuk stukje vuursteen tegenkwam. Wat een klingetje van wommelsomkwartziet bleek te zijn. Wat herkend kon worden dat het door mensen handen bewerkt was. Aan het feit dat er een slagbult op zat. Dat er slagringen aan zaten. Dat er retoucheerklapjes aangegeven waren, waardoor het scherper gemaakt kon worden. En dan wilde ik dat als je daarentegen materiaal, werktuigen uit de
oude steentijd vindt, het paleolithicum, dan zijn die vaak niet zo bijzonder fraai afgewerkt. En dan kun je het wel zien, want het zijn, hoe noemen we dat zo gauw? Spullen die je dan even vindt en even snel nodig hebt om een schrabber te maken. Dan sla je hem een beetje in vorm, je kortelt hem een beetje, dan krijg je zo'n kortelrandje en daar kun je dan even mee snijden of schrabben. Er zijn natuurlijk ook wel hele mooie stukken bekend. Dat is vuursteen. Wat toch vuursteen? Ja, dat is vuursteen. Het hoofdzaak waar ik het over heb zijn drie soorten steen. In de eerste plaats het vuursteen. Dat is vooral over het paleo hebben we het dan over de oude steentijd. En over ook de nieuwe steentijd. En in de middensteen komt daar ook het kwartsiet bij. Dat zijn die stukjes waar Stan het over had. Dat Wommersom kwartsiet uit Tienen. En dat materiaal wat hier gevonden wordt, wat hier ligt, laten we zeggen uit die lage sterksel waar ik het er net over had. Daar zit veel vuursteen bij, dit soort vuursteen, bruin, grijs, noem maar op. Maar het is al vaak door het kledderen en het kletsen al op de rivierbodem terechtgekomen. En dat is heel moeilijk te bewerken, vuursteen. Toch wisten deze mensen dan hele mooie materialen nog van te maken, werktuigen. Maar toen kwam eenmaal dat Wommersom kwartsiet. Dat is veel eenvoudiger te bewerken en daar krijg je veel mooie werktuigjes ook van. Dus voor die was het een prachtig op. Dat soort steen daar, stukken zandsteen. En in die stukken zandsteen, dan denk je, ja, wat moet je daarmee? Daar kun je vrij veel mee. Je kunt daar bijvoorbeeld je ideeën die je hebt, want mensen willen altijd graag hun ideeën etaleren. Maar er werd natuurlijk wel daarmee gesymboliseerd waar ze mee bezig waren, die mensen. Ja. Je ziet bijvoorbeeld ook vaak een zigzagteken. Dat gaat hup, 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 of wordt korter afgekort. En dat teken dat wordt dan gebruikt waarschijnlijk om water weer te geven. Water was ook net zo belangrijk als die tolver waar ik het net over had. Ja. In de ijzertijd, toen was hier een stam van, als ik het goed heb, de Eburonen. Die maakte glazen armbandjes van blauw glas. En daarin deden ze dan een soort, ook zo'n soort vormpje maken. Namelijk ook hier. Tegen de tuinensporen aan. Mooi fragmentje van de blauwe armband met zo'n opgelegd. Je hebt dat stuk hout of een stuk zandsteen voor bij de hand en je gaat er iets mee doen. Nou, dat soort dingetjes die vind ik hier dan wel. Daar heb ik er een stuk of zes van waar ik zeker van weet dat het goed is. En dan heb ik er een enkel dingetje bij. Waarvan. Een soort mortier ook, hè, met zo'n gat als het ware erin. En dan zo'n ronde steen. Waar dan wat gras en zo overgemalen werd. Of andere voorwerpen waar vruchten in pitten opengeslagen werden en zo. Dat soort dingen heb ik ook. Ik heb hier zoveel materiaal gevonden. Het moet heel raar wezen als niet wat ik zeg op dat gedeeltetje daar. Kan het je precies aanwijzen dat op dat gedeeltetje niet iets gevonden zou worden. Maar ik heb altijd veel medewerking van de boer gehad. Mocht hij altijd vrij lopen, ook als er in gezaaid was. Alleen als het zo hoog was, wegwezen en niet meer op het hakketje gaan. Daar hou ik me dan ook aan. Ja, die dit zo'n interessant gebied maakt. Die heb je alle jaartallen hebben gevonden. Moderne tijd, middensteentijd. Ardennen aardewerk. Pinksdorf aardewerk. Ah, van alles en nog wat. Kok Gorissen heeft mijn verhaaltje verteld. Dus, en die heeft een gedeelte opgenomen, ook met wat foto's, in haar boek over Oosterhout, niet van gisteren. Daar ben ik nog steeds blij om dat ze dat gedaan heeft, want dan blijft er toch iets van behouden. Ook als de archeologie straks weg is en mijn materiaal, God weet waar terechtkomt, op mijn hele collectie, dan staat het in ieder geval gedeeltelijk vast in de boeken. En we zijn nu bezig. Samen met Rienes en nog wat meer mensen van de archeologiedienst een boek over de geschiedenis van de archeologie samen te stellen. En daar komt ook nog het een en ander over dit verhaal tevoorschijn. En misschien is dat ook belangrijk voor later, je weet het nooit. En waar de spullen ooit terechtkomen, je ne sais pas. Ik zou het niet weten. Dat was het.
Wouter, wat vind je van de bronstijd? We hebben een huis gevonden uit de bronstijd. Die zat eigenlijk vlak achter ons opgravingshuisje hierachter. We hebben een huis gevonden van, ik geloof, 27, 28 meter lengte. Dat is een enorme boerderij. En daarvoor vonden we alleen de dakdragende palen. Dat wordt een woonstalboerderij genoemd, omdat vroeger mensen en vee onder één dak sliepen. Vee was natuurlijk heel kostbaar goed, dus dat wilden ze allemaal goed bewaren. Bovendien heb je natuurlijk een stuk warmte als het vee in dezelfde ruimte verblijft. En wat verder nog wel bijzonder is, dat we één grafheuvel hebben gevonden uit diezelfde tijd, de middenbronstijd. We hebben het trouwens over 1500 tot 1000 voor Christus. We hebben een grafheuvel gevonden op iets van 200 meter afstand van de boerderij. Het is mogelijk dat leden van de familie die in dat huis wonen zijn begraven in die heuvel. En van de Romeinse tijd? Romeinse tijd hebben we ook heel veel huizen gevonden, een stuk of 20. Die lagen vooral in het noordelijk deel, ten noorden van de Herstraat. Dat is echt een dorp geweest met 2, 3, 4 gelijktijdige woningen. Wat we daarvan hebben gevonden zijn ook sporen van boerderijen en schuurtjes en waterputten. En typisch aan die boerderij is dat ze allemaal een wandgreppel hebben. Gewoon langs de wand een ingegraven greppeltje waar balken hebben gestaan. En daarop hebben de houten palen gestaan. En de middeleeuwen? Middeleeuwen hebben we ook heel veel boerderijen gevonden. Ik geloof een stuk of 30, 35, moeten we nog even uitzoeken. Die zaten ook weer op een andere plek, die zaten weer meer in het zuiden. Aan het einde van de herweg. En daarvan daar hebben ze ook een gerucht op gegraven. We moeten nog gaan kijken of de herweg of die ook vroeger als een centrale as was. Het lijkt erop dat zie je ook aan de naam van de herweg. Dat is Herenweg, dat kan een middeleeuwse ouderdom hebben. We moeten even kijken of de boerderijen ook mooi langs die weg liggen. En is het een succes geweest? Een heel groot succes, ja. We hebben echt heel veel mooie dingen gevonden, ook veel nieuwe dingen ontdekt. Dat zal over 2 jaar moet het rapport af zijn. Dan komt er een dik rapport over de bewonersgeschiedenis van het gebied. En wie gaat er aan meewerken? Ik zal het grootste deel van het boek schrijven, maar er zijn natuurlijk heel veel specialisten die een bijdrage zullen leveren. Denk aan aardewerk, bepaalde monstercategorieën waar ik verder niet heel veel verstand van heb. En verder zullen ook een aantal lokale amateurs zullen hun bijdrage leveren. Zoals de filmer, meneer Kuipers, zal waarschijnlijk een stuk gaan schrijven over de wat meer recente geschiedenis van dit gebied. En nog Willem Veen, die al jaren actief is in dit gebied, heel veel van de steentijd weet. Die zal ook een stuk gaan schrijven voor de opdracht. En Marcel Rijken, die heeft ook heel veel metaal gevonden hier. Die zoekt samen met zijn vader al jaren deze percelen af. En ook zijn vondsten komen aan bod. Dankjewel. Graag gedaan. Periode, dus hier hebben we al verschillende gevonden, van klein tot groot, zal maar zeggen. Dus, dat is ook toevallig. Oh. Ja. Dus, hier hebben al die belegeringen van Breda en de omgeving, allemaal het Rode Berg, hier hebben al die militairen heel veel ook gekampeerd. En, voor een amateur is dat goed. Perfect. Ik was blij mee dat er op stond. Informatie zoeken komt daar ook tegen. Dus,
het kasteel. In 1288 werd met de bouw van kasteel Terstrijen begonnen door Willem Willemszoon van Strijen, een nakomeling van de machtige graven van Strijen, waarna het in handen kwam van vrouwe Beatrix van Putten en Strijen. In 1324 kocht Willem van Duivenvoorde, 1290 tot 1353, het kasteel en liet het uitbreiden met een voorhof en een diergaarde. Toen Willem overleed, ging het kasteel over naar zijn bastaardzoon Willem van Oosterhout, die er van 1353 tot 1402 woonde met zijn vrouw Heldwig van Wassenaar. Toen Willem zonder kinderen overleed, erfde zijn neef Jan van Polanen het kasteel. De van Polanen hadden in Breda al een mooi kasteel en voelden er niks voor om in kasteel Terstrijen te gaan wonen. Daarom liet Jan er een kasteelbewaarder in wonen. Toen zijn kleindochter Johanna in 1403 op 11-jarige leeftijd trouwde met Engelbrecht van Nassau, kwam het kasteel in bezit van de graven van Nassau. Ook zij woonde liever in Breda. De dikke leemlaag die daar dicht aan de oppervlakte bevindt, was een stevige ondergrond en zorgde ervoor dat het water in de grachten bleef staan. Het was een strategische, belangrijke plaats, precies op de grens van Holland en Brabant, ter hoogte van twee belangrijke handelsroutes, Keulen-Dordrecht en Antwerpen-Utrecht. Reconstructie van het verdedigingsstelsel van Strijen volgens de huidige inzichten gezien vanuit het zuiden. Zwart is het restant de Slotbosse toren. De Hoekse en Kabeljauwse twisten. Deze burgeroorlog van 1345 tot 1490 begon toen Willem IV stierf zonder een erfgenaam na te laten. Zijn rechten vielen toe aan zijn zuster Margaretha van Henegouwen, die haar 13-jarige zoon aanstelde om het gebied van Holland en Zeeland te besturen. Een raad onder leiding van Van Duivenvoorde moest hem daarmee helpen. De Sint-Elisabethvloed. Door een storm in de nacht van 18 op 19 november braken de dijken door. De Grote Waard, nu de Biesbos, liep onder, waarbij 50.000 hectare land verloren ging. 64 dorpen werden verzwolgen en zo'n 10.000 mensen verdronken. Geertruidenberg kwam aan een kleine binnenzee te liggen. Dordrecht op een eiland en ten noorden van Huizen Terstrijen ontstond een groot moeras. Het kasteel werd te vochtig voor bewoning en doordat de handelsroutes waren doorbroken, verloor het strategische betekenis. Wat in de grond zit, zit veilig. De archeologie is in kinderschoenen ontgroeid. Er is niet veel meer te vinden van die oude schatzoekers. Het gaat nu om het verzamelen en vastleggen van informatie en een beeld scheppen hoe, onder andere, de Oosterhouters vroeger hebben geleefd. In de laatste eeuwen is alle kennis over Huizen Terstrijen verloren gegaan, samen met het grootste gedeelte van het kasteel. Alleen door blijvend onderhoud zal het laatste stukje behouden blijven. De stenen werden onder meer gebruikt voor de bouw tussen 1617 en 1620 van het Vrijheidshuis te Oosterhout, de aanleg van Oosterhoutse straten, dijkwerken in Moerdijk begin 18e eeuw. In 1732, zo'n 100 jaar later, staat er alleen op de toren. De zwakke helft werd in 1735, om de rest van de toren te redden, opgeblazen met dynamiet en de stenen werden ook weer ter gelde gemaakt.
steengroeven. Het door de schout van Oosterhout beheerde kasteel maakte in het begin van de 80-jarige oorlog tijdens een belegering door Alva in 1573 zo beschadigd dat het herstel werd afgezien. Voor zover bekend oudste tekening van het Huis ten Strijen uit 1636. Het laat zien dat het kasteel al een bouwval was. De grote hoeveelheid stenen waaruit het kasteel was opgetrokken bleken zeer interessant voor hergebruik. Het kasteel werd al heel gauw als steengroeven gebruikt. Het monument. Het is graag te beseffen dat in de afgelopen eeuwen alle kennis over dit kasteel in Oosterhout verloren is gegaan. Zelfs de naam veranderde in de Slotbosse Toren, naar het bos dat om de toren stond. Het gebied rond de toren werd verkocht, waarna het bomen werden gerooid. Alleen de toren bleef behouden. Er werd in 1886 officieel een monument. Vindt het een supermooie toren, een ruïne? Ik wou dat even met jullie delen. Is ook ergens een boek voor over, Schaduw van de Avond, dat over een meisje, kleindochter van Willem van Duivenvoorde gaat, die in deze toren aan schrijven is. De foto is een Slotbosse toren.